Dit is les 4, deel A van platen en handelt over de plastische analyse van platen in gewapend beton. We gaan het hebben over vloeilijnen en plastische buigmomenten. Die theorie in verband met vloeilijnen en de plastische vorming van platen is eigenlijk rond de jaren 1950 door Johansson voor de eerste keer op papier gezet geweest. Nadien is die methode in de vergetelheid geraakt en werd dat niet meer toegepast. Totdat in 2000, begin jaren 2000, Kennedy en Goodchild die methode in een modern kleedje hebben gestoken en aangetoond hebben dat de eenvoudige methode van Johansson, dat die toch wel degelijk goed te gebruiken valt. Wat is nu het grote verschil van het gedrag tussen een balk in gewapend beton en een plaat? Wel, dat verschil kan men het best illustreren aan de hand van een grafiek. Men zet op die grafiek op de x-as de doorbuiging uit en op de y-as de eenparig verdeelde belasting, de belasting. En men gaat die belasting geleidelijk aan opdrijven. En men meet daarbij bij elke belasting de doorbuiging. Dan bekomt men een dergelijke lijn, waarbij dat het opvalt dat het niet lineair is over het hele gebied. Dus de verhouding of het verband tussen belasting en doorbuiging is zeker niet een eenduidig lineair verband. Men kan verschillende gebieden onderscheiden en het eerste gebied ziet men onderaan. Dat is het gebied waarbij dat er wel een lineair verband is tussen belasting en doorbuiging. Dit gebied geeft een elastisch gedrag weer van de plaat en is eenvoudig. Indien men de belasting opdrijft buiten dit elastisch gebied, dan krijgt men een verstoring en die verstoring ontstaat door de eerste scheur in het beton. Je krijgt een soort herverdeling van krachten en spanningen totdat de plaat zich herpakt en in een scheurpatroon, in een herverdeling van scheurtjes terechtkomt, waarbij dat het ogenschijnlijk weer een lineair verband is tussen een toename van belasting en de doorbuiging die het teweeg brengt. Vervolgens kan men de kracht nog steeds opdrijven, totdat het staal gaat vloeien. En één keer voorbij, als het staal vloeit en je drijft de kracht nog op, dan kan er op een bepaald ogenblik een plotse breuk ontstaan. En dat is de ultieme breukbelasting van de plaat. Je krijgt dus drie gebieden, een elastisch gebied, een gescheurd gebied en een plastisch gebied. Dus een plastisch gebied, plastische vervorming van het staal. De gebruiksgrenstoestand, zeg maar, of de gebruiksfase van platen, situeert zich in het elastisch gebied, al of niet gescheurd. Dus het grote verschil tussen het gedrag van een balk en een plaat is dat een plaat een ontzettend goed vermogen heeft om zijn buigmomenten te herverdelen. Wanneer op een bepaalde zone in een plaat onvoldoende wapening is, dan zal die wapening gaan vloeien en de buigmoment zal zich herverdelen over de andere delen van de plaat. In feite zal een plaat zich gedragen zoals ze gewapend is. Als er een inklemmingsmoment onvoldoende wapening is, dan zal die zich niet dragen naar de inklemming, maar zal hij zich dragen naar de wapening die zich daar bevindt en gaat hij zijn buigmomenten herverdelen. Een vloeilijn van een belaste plaat is de verzameling van punten waar het plastisch weerstandsmoment van de plaat is bereikt.
Per definitie is het plastisch weerstandsmoment van een blaad gelijk aan de wapening maal de vloeigrens maal 0,9 keer d. Dus je kunt ook zeggen, een vloeilijn is het scheurpatroon die je ziet na momentherverdeling. Dat is gewoon een visuele definitie van een vloeilijn. Je hebt natuurlijk een aantal voorwaarden, namelijk dat het bezwijken van de plaat mag niet gebeuren door het bezwijken van de betondrukspanning. Het bezwijken van de plaat mag alleen maar gebeuren wanneer het staal eerst vloeit. En om dit te bereiken, dan zie je dat de plaat niet overgewapend mag zijn. Dus van redelijk gewapende platen. In er veel te veel wapeningen zit in die plaat, dan zal het staal niet vloeien en wordt de beton kapot gedrukt en dan kan je de vloeilijntheorie niet toepassen. Je hebt ook ductiliteitsvoorwaarden nodig. Een ductiliteitsvoorwaarde is eigenlijk een vervormbaarheid. Zo kun je het beste zien. Het is een ductiliteitsvereiste is een vervormbaarheidseise, zodat het materiaal zich plastisch kan vervormen. We gaan dit kunnen definiëren, of de voorwaarden daarop, kunnen we tot uitdrukking brengen door de betondrukhoogte te beperken in hoogte. We moeten wel opletten dat we hier geen verwarring brengen. We spreken van een plastisch scharnier. Waarbij dat in het plastisch scharnier is het buigmoment gelijk aan het plastisch buigmoment. Het buigmoment is daar constant, neemt niet toe, want het plastisch buigmoment is het maximum buigmoment dat de sectie aan kan. Terwijl dat een mechanische scharnier, ja, dat is een echte scharnier, daar is het buigmoment 0. Dus die twee mag je niet door elkaar halen. Neem nu een plaat die we dus geleidelijk aan gaan. Het is aan alle kanten opgelegd en we gaan die geleidelijk aan de belasting, de in paren verdeelde belasting, opdrijven. En als je dan tekeningetjes maakt van het scheurpatroon onderaan de plaat, dan krijg je een dergelijke figuur. Indien we nu de belasting verder opdrijven, naar 10 kN de vierkante meter, en nog steeds verder gaan, dan zie je dat je eigenlijk een soort scheurpatroon krijgt, hè, donkere gekleurde aan 23,5 kN per vierkante meter, die uw plaat in stukken deelt. Je hebt dus telkens een stuk die hangt of een relatie heeft met zijn opleg. Dus de plaat wordt verdeeld in stukken en vormen eigenlijk een soort mechanisme, een scharnier, vormen een mechanisme die scharniert rond een aantal rotatieassen die dan de oplegpunten zijn. Om nu vloeilijnen te bepalen zijn er een aantal regeltjes, of je kan dit in een regeltje stoppen om dit gemakkelijk aan te leren. En de voornaamste regel is dat alle verschillende plaatdelen onderling moeten verbonden zijn door een mechanisme. Dat is de voornaamste. En dan heb je een aantal subregeltjes, namelijk vloeilijnen zijn rechte lijnen. In werkelijkheid niet, maar wij gaan dat hier zo toepassen om de methode rekenkundig toch nog toepasbaar te houden, hè, zonder al te grote problemen. Maar in principe zijn de vloeilijnen rechte lijnen. Ze gaan over steunpunten, lijnsteunpunten. Ze gaan door een kolom, puntondersteuning. En ze gaan door intersectie van rotatieassen en ze stoppen aan de plaatranden. We gaan dat even toepassen. Beschouwen een rechthoekige plaat, aan alle zijden opgelegd. We kijken eerst naar de rotatieassen. Die stukken plaat die gaan draaien rond de steunpunten. Je hebt dus vier rotatieassen. Die rotatieassen die kruisen elkaar. We gaan dus nu een aantal hulplijntjes tekenen, namelijk door de kruising van die rotatieassen. Die blauwe hulplijn is getekend als de bisectrice van de hoek, dus in het midden van de hoek. We doen dit hier op dit moment door symmetrieoverwegingen. Er is geen enkele reden waarom dat die hoek verschillend zou zijn onder of boven die blauwe hulplijn. Later gaan we het spelregels zien om hoe dat we die hulplijn kunnen beter tekenen. Dus dit is de bisectrice. We doen dat in de vier hoeken. En wanneer dat twee rotatieassen evenwijdig zijn, dan kruisen die op oneindig. Dus je kunt daar ook nog een hulplijntje tekenen. Vervolgens zien we dat de vloeilijn
door de kruising van twee rotatieassen gaat en stopt aan de rand van de plaat. We doen dat dan voor de vier zijdes en het midden. En dan zie je dat die plaat mooi onderverdeeld is in vier stukken, waarbij elke malen één stuk roteert rond de opleg. Dus als we dat kort samenvatten, dan zijn vloeilijnen zijn rechte lijnen. Hier zie je die groene lijn als rechte lijnen. Ze gaan over lijnsteunpunten. Hier in ons geval hebben we dat niet, maar indien die opleg nu een inklemming zou geweest zijn, dan gaat er ook een groene lijn over die inklemming heen. We hebben hier geen groene lijn over de opleg getekend, omdat we met een rotatie te maken hebben. Dus het buigmoment is sowieso daar 0. Ze gaan door puntondersteuningen, we hebben geen kolommen in dit voorbeeld, en ze gaan door de intersectie van de rotatieassen. En ze stoppen inderdaad aan de plaatrand. En als je dat bekijkt, als je een kleine verplaatsing toebrengt aan die plaatonderdelen, dan krijg je een mechanisme dat roteert rond zijn steunpunt. De regel om de vloeilijn bij kruisende rotatieassen te tekenen is de 30-45-60 regel, waarbij dat indien de oplegvoorwaarden van de beide kanten van de hoek gelijk zijn, bijvoorbeeld allebei opgelegd of allebei ingeklemd, dan is de vloeilijn de bissectrice van de hoek. Dus dan is de hoek 45 graden. Indien aan één zijde de plaat is opgelegd en aan de andere zijde ingeklemd, dan is aan de zijde van de inklemming de hoek 60 graden en aan de andere zijde 30 graden. Je ziet ook duidelijk dat de som van de hoek is iedere keer 90 graden. De 30-45-60 regel is een heel snelle, gemakkelijke regel die je goed kan toepassen, maar dat kan alleen maar bij hoeken gelijk aan 90 graden. Dus hier zien we nu een voorbeeld van een balkon bijvoorbeeld, die aan twee zijden is ingeklemd en één zijde is opgelegd. Dan kunnen we hier niet zo direct de 30-45-60 regel toepassen. Je kan wel zeggen aan de opleg, dus de inklemming is een vloeilijn, aan de andere inklemming is er ook een vloeilijn. Je kunt hier hetzelfde principe gaan toepassen en zeggen aangezien links en rechts gelijk is, nemen we de bissectrice, dat zou nog eventueel kunnen. Maar aan de andere zijde heb je een probleem, want daar kun je niet weten wat die hoek is. Want de som zou 90 graden moeten zijn, dus hier is dat niet doenbaar. En zullen we een andere methode zien om die hoek te bepalen. Beschouw nu een plaat met een hoek eraf, aan één kant ingeklemd en de andere zijde opgelegd. Kan men dan ook vloeilijnen toepassen? Jazeker, maar bij sommige platen past men dan een klein trucje toe. Dus hier is het eenvoudig opgelegd, dan zal de vloeilijn door de bissectrice gaan van de hoek. Aan de andere zijde eveneens opgelegd door de bissectrice. En dan onderaan ingeklemd, aan de ingeklemde zijde is het 60 graden, dus dan hebben we daar ook een vloeilijn. Wat doen we nu in die andere hoek? Wel, we gaan die denkbeeldig doortrekken en dan krijg je denkbeeldig een hoek ingeklemd opgelegd. Dan zal de vloeilijn een hoek maken van 60 graden en 30 graden. We tekenen die ingebeelde lijn en daar waar dat die onze plaat ter hoogte van onze plaat komt, trekken we een volle lijn. En dan krijgen we dit als vloeilijnenpatroon van deze niet rechthoekige vorm van plaat. We gaan nu eens kijken en dat toepassen op verschillende voorbeelden. We hebben een rechthoekige plaat waarvan drie zijden zijn opgelegd en één zijde is vrij. We tekenen eerst de rotatieassen. Vervolgens gaan we hulplijntjes tekenen door de kruising van de rotatieassen. En dan kijken we naar de vloeilijnen die dus vertrekken vanaf de kruising van de rotatieassen en stoppen aan de rand van de plaat. En er zorg voor dragen dat je mechanismen krijgt. Dus je kunt niet de twee groene lijnen die ik nu getrokken heb, doortrekken tot aan de rand van de plaat. Want als je dat doet, heb je geen mechanisme meer die draait rond de opleg. En het laatste stukje hebben we daar ook wederom. Dat laatste stukje kan je niet doortrekken naar het noorden toe, naar boven toe. Omdat je dan weer geen mechanisme meer krijgt die voldoet.
Dus de vloeilijn van deze plaat aan drie zijden opgelegd heeft dan deze vorm. Als we nu de breedte veel langer maken, de ene breedte veel langer maken dan de andere, dan zullen we zien wat er dan gebeurt. We kijken naar de rotatieassen, hetzelfde principe. We tekenen twee hulplijntjes en je ziet dat de hulplijnen zich nu kruisen buiten de plaat. We tekenen dan de vloeilijnen, we hebben enkel twee korte vloeilijnen. Er is geen vloeilijn verticaal gezien. Net zoals in de vorige tekening, die is er niet, want die hulplijntjes kruisen elkaar buiten de plaat. Dus het enige wat je hebt is twee korte vloeilijnen. En je ziet duidelijk dat er één stuk plaat zich roteert rond de korte opleg en een groot stuk plaat roteert zich rond de lange opleg. Je ziet dus dat ogenschijnlijk twee dezelfde vormen van platen kunnen een heel ander vloeilijnenpatroon vertonen. En dat spreekt voor zichzelf. Indien B kleiner is dan 2a, dan krijg je een I-vormige vloeilijn. En anders, indien B groter is dan 2a, krijg je twee verschillende korte stukken. Neem nu een plaat die ondersteund is aan twee zijden en aan de andere zijde een kolom opleg. De rest is vrij. We tekenen de rotatieassen aan de opleg. Maar nu gaan we ook een rotatieas tekenen door de kolom. Maar met welke hoek? Die rotatieas kan in principe 360 graden ronddraaien. Maar uit symmetrieoverwegingen kunnen we dat hier aan 45 zetten. In werkelijkheid ken je die hoek niet. Die kan elke hoek aannemen. Die kan gaan van 30 tot 80 graden, zeg maar. Die hoek zullen we bepalen door middel van een optimalisatie. We gaan dus die hoek zodanig bepalen dat het buigmoment maximaal is. We kijken nu naar de kruising van de rotatieassen en tekenen daar onze hulplijntjes. De hulplijntjes tekenen we als bissectrices van de hoek. En vervolgens tekenen we of bepalen we onze vloeilijnen. Dus die plaat wordt nu verdeeld in drie stukken, waarvan er een stuk hangt aan de kolom en twee andere stukken aan de opleg op de zijkant. We schouwen nu de volgende plaat aan drie zijden opgelegd. We tekenen de rotatieassen. Vervolgens gaan we de hulplijntjes tekenen. Die gaan door de kruising van de rotatieassen. En die in de bissectrices liggen van de hoek, want de oplegconditie is gelijk. En dan tekenen we onze vloeilijnen, maar we stoppen aan de rand van de plaat en dan krijg je weer de typische I-vorm. We schouwen nu eens een plaat opgelegd aan één zijde en ondersteunend met twee kolommen. Dan kan men daar eerst de rotatieassen tekenen. Wederom de rotatieassen door de kolommen. Die hoek kent men niet, moet men eigenlijk optimaliseren. Maar we weten wel aan de hand van de figuur dat het symmetrisch is. Dan tekenen we de hulplijntjes erdoor en vervolgens de vloeilijnen en we hebben weer ons plaat opgedeeld in een mechanisme waarvan er stukken plaat roteren rond de opleg. Vervolgens kijken we naar een driehoekig vormig balkon. Eerst de rotatieassen, het is vrij eenvoudig. Eerst aan de opleg, de twee rotatieassen aan de opleg. Je hebt de bissectrice, we tekenen een hulplijntje daardoor. Wegens symmetrie is het weer de bissectrice of de 45 graden regel toegepast. En dan de vloeilijn. Dat is vrij eenvoudig en vrij simpel. Een zeer algemeen geval is wanneer dat je een plaat krijgt op drie kolommen, een stuk plaat op drie kolommen met een onregelmatige vorm. Dit kun je ook gaan berekenen door middel van de vloeilijnentheorie. En de vloeilijn bepaalt men dan als volgt. We gaan eerst naar de rotatieassen kijken. Wederom, de ligging van die rotatieassen kan men door optimalisatie gaan berekenen. Vervolgens tekenen we de hulplijntjes. Die gaan door de kruising van de rotatieassen.
en tekenen de vloeilijnen die stoppen aan de plaat en zorgen ervoor dat we nog steeds een mechanisme krijgen. En zo zie je welk deel van de plaat er hangt aan de kolom, of zijn belasting kan afdragen aan de kolom. Vloeilijnen is dus ook een heel handige methode om een lastendaling uit te voeren. Je kan dus zien welk deel van de plaat of welk deel van de belasting er gaat naar één of andere kolom. En tenslotte, we kunnen dat ook toepassen op cirkels. Namelijk, we krijgen hier een cirkelvormige plaat opgelegd aan alle randen. Een rotatieas. De rotatieas is nu, in principe, is dat één punt. Door dat punt tekenen we een raaklijn dus aan de rand van de cirkel. En dit is de rotatieas. De rode lijn is nu de rotatieas. Maar er zijn er veel. Hè. We kunnen er zo nog een aantal tekenen. We tekenen er een paar. Maar in principe zijn er oneindig veel van die rotatieassen. Vervolgens tekenen we hulplijntjes. Die gaat van kruising van twee rotatieassen naar de volgende kruising. Wederom, in principe zijn er daar oneindig veel van die hulplijntjes. En dan tekenen we de vloeilijnen. En je ziet dus een soort wirevorm die dan voorschijn komt van de vloeilijnen. En dus wederom, in werkelijkheid zijn er dus oneindig veel van die vloeilijnen. Je merkt dat ook wanneer een ronde plaat, een circulaire plaat, belast wordt met een paarig verdeelde belasting, dan ontstaan inderdaad dergelijke scheurpatronen.